deze plek 24 juli gekraakt. En deze plek heeft 4 jaar lang leeg gestaan. 4 jaar later verkrotten door de gemeente en ook projectontwikkelaar OCP van hier voor het Oostsportgebied, het voormalige Polderweggebied, wat nu ontwikkeld moet worden. Het nieuwe bruisende gebied van Oost moet zijn. Nou, we hebben daar heel lang tegen aangekeken. Heel veel mensen die wilden er iets mee, maar die hebben het uiteindelijk niet gedaan. En wij hebben besloten om dat te kraken. Er zijn op dit moment heel veel dingen gaande om gekraakte plekken te legaliseren in Oost. En dat gaat ontzettend stroef. De gemeente wil gewoon niet meewerken, heeft altijd weer nieuwe smoesjes, wordt op de lange bank geschoven. En wij hadden zoiets van, nou, dit is er, wij kunnen er iets van maken, dus wij gaan ervoor. Gekomen is. Helft krakers, de andere helft geen krakers. In ieder geval allemaal sympathisanten. En hebben dit gekraakt. En toen was het echt een enorme smerige bende. Echt smerige boel. Die hebben allemaal opgeruimd. En stadsdeel ergens hebben we iets gevonden, zeg maar, waar het stadsdeel ontzettend dwars mee lagen. Dus het stadsdeel heeft gewoon begonnen met één inspectie naar de andere. Eerst hadden we bouw- en woningtoezicht, vervolgens hadden we de DNB van de centrale stad, hadden we de brandweer, we hadden de asbest, we hadden echt één inspectie naar de andere. We hebben allemaal, dat allemaal hebben we ook een beetje ontkracht. Oké, we hebben brandveilig gemaakt, het is geen bouwterrein meer, enzovoort. Hun veiligheidsaspect hebben we kunnen oplossen. Het enige wat nog overbleef was de illegaliteit. Sinds het kraakverbod er is, is het nu gewoon illegaal, helaas. En op een gegeven moment heeft de gemeente gezegd van, nou jongens, oké, we hebben 2 mogelijkheden. Jullie doen ruimen of legaliseren. Dat was een stadsdeel trouwens. En wij gaan eigenlijk liever voor de legalisering. Maar we kunnen dat alleen maar doen in die tijd dat wij het ook in beheer hebben, want het moet later overgedragen worden aan het OCP, als de projectontwikkelaar. En we zeiden van, nou, dat vinden wij in ieder geval een positieve insteek. Daar willen we verder gaan praten, want wij willen eigenlijk dat pand eigenlijk op de lange termijn kunnen gaan gebruiken. We willen echt een legale plek in Oost. Dat hebben we gewoon nog niet. Heel veel andere stadsdelen in Amsterdam hebben dat wel, in Oost hebben we dat nog niet. Het stadsdeel is een week later, na die positieve intenties, is het opeens compleet omgeslagen. Heeft het stadsdeel opeens gezegd van, nou, we moeten het hebben volgende mei en we gaan door met onze ontruimingsprocedure. We gaan bovenop de strafrechtelijke ontruimingsmogelijkheden gaan we ook een civiele procedure aanspannen. We hebben dat vrijdag dit gesprek gehad. We hebben donderdag die mensen gevraagd om te komen inspecteren, want we wilden zaterdag deze opening hebben, wat de dag van vandaag is. En dus we wilden eigenlijk meewerken met hun, zeggen oké, jullie, we hebben het allemaal netjes en veilig aangelegd, er zitten 60 minuten brandwerende plafonds in, de elektrische circuit en bladibladibla. Nu bleek uit het laatste gesprek inderdaad dat ze compleet een omzwaai hebben gedaan. Dus ze gaan door op het ontruimingstraject. Ze zeggen dat ten eerste. Dus ze hebben ons nu een civiele procedure aangekondigd. Dat was nummer 1. Nummer 2 was dat wij hier zonder vergunningen aan het verbouwen zijn. Dus alle werkzaamheden moeten stopgezet worden. Met een dwangsom van €25.000 bovenop. Dus elke spijker die erin slaat kan dus €25.000 kosten. En nummer 3.
dat dit feestje, of nou, hun zeggen dat het feestje is, maar voor ons is een opening om ons te laten zien wat we mee bezig zijn, wat onze plannen zijn, niet kan doorgaan, omdat we vergunningsplichtig zijn. En dat daar ook een dwangsom van 25.000 euro is. Ondertussen zijn er een aantal mensen die gewoon met naam en toenaam hier zich bekendgegeven hebben om te laten zien van hier staan we voor, dit willen we gewoon. Dit is belachelijk wat jullie aan het doen zijn, ik sta hier gewoon met mijn naam. Dus er waren wel degelijk mensen die te pakken ze waren voor die 25.000 euro dwangsom. Wij hebben het gisteravond om 6:30 s'avonds werd deze brief bij ons gedeponeerd. Dat is dus een moment waarvan niks meer gaat. Hè. Alle ambtenaren zijn naar huis gegaan, alle rechtbanken zijn naar huis gegaan, advocaten werken niet meer, ladiladila. En wij hebben dat toen gezegd, oké, we hebben ons advocaat gebeld. En dat is de gekke advocaat trouwens. Wie? Het is Marcel Schuttenkool. Echt, hij is wel heel veel eisend, gelukkig ook maar. Dus we hebben gezegd, hoe kunnen we dat gaan aanpakken? We zijn met 4 mensen bij elkaar gaan zitten. We hebben iedereen gebeld die we kunnen bellen. We hebben de geheime hunnummers weten te achterhalen van de voorzitters van de stadsdeel, van de leader, van het dagelijks bestuur. En hebben vooral met Marcel gewoon een rechtszaak afgedwongen. En we hebben vanochtend dus een sitting gehad om 11:00 ochtends. Over het feit of we deze opening konden door laten gaan. We hadden echt alle flyers in de buurt verspreid. We hebben het publiekelijk aangekondigd enzovoort. We wilden dit gewoon gaan doen. We wilden nu gewoon laten zien wat we kunnen, wat we in huis hebben. En hun gooien ons roet in het uiten. En ja, het is zo ontzettend kinderachtig wat ze aan het doen zijn. Echt niet normaal. Maar in de rechtszaak hebben wij in ieder geval gezegd van nou, jullie denken dat het een evenement is, dat wij vergunningsplichtig zijn. Wij denken het niet, we hebben als manifestatie aangekondigd. En we hebben genoeg reden om het als manifestatie te klassificeren. En zelfs als het zo zou zijn, als jullie het evenement zien, hebben we alsnog genoeg op tijd aangekondigd. Nou, de rechter ging erin mee. Die zei van nou, ik kan er geen echte afweging in maken. Omdat je om echt uit te zoeken of het nou een manifestatie of een evenement is, moet er een bodemprocedure aangespannen worden. Nou, maar hij vond wel dat er genoeg elementen van een manifestatie in zitten, zoals het politieke aspect, de meningsuiting, het feit dat wij tegen protesteren dat gewoon het hele Oostpoortgebied plat ligt, dat dit pand gewoon al 4 jaar lang niks mee gebeurt en dat de buurt gewoon heel blij is dat wij hier zijn en dat mensen hier naartoe komen om dit te uiten en te laten zien, zeg maar. Dus elke buurtbewoner die naar ons toe komt om hier te zijn, uit eigenlijk zijn politieke opinie, nou ja, in ieder geval zijn politieke verhaal. Dus dat is wel degelijk een manifestatie. Dus de gerechter ging daarin mee. Die zei van oké, ik heb gezien genoeg aanwijzingen dat er een manifestatie is. Maar ik kan niet zeggen of het echt zo is. Dus ik ga een belangenafweging doen. En de belangenafweging was zeg maar voor het stadsdeel de openbare orde. En wij hebben gezegd, nou het is ons interesse dat dit goed gaat verlopen. Want als dit niet goed verlopen, verspelen natuurlijk alle credits die willen opbouwen in de buurt. Wij zeggen, we zijn er voor de buurt, we willen dit open gaan stellen voor iedereen. We willen het zo breed mogelijk draagvlak creëren. Die ook niet alleen maar op het kraken beperkt is, maar gewoon iedereen gaat zien van het kraken gewoon een actiemiddel is die wij gebruiken om gewoon complete misstanden aan te kaarten. En dat was in ieder geval de belangenafweging. De belangenafweging voor hun was zo van de openbare orde zou moeten gehandhaafd worden. En het belang voor ons was gewoon om dit te laten zien inderdaad, wat we wilden laten zien. En dat belang woog de rechter veel zwaarder waarom hij zeg maar het verbod in de prullenbak gewezen heeft, ons de voorlopige voorziening toegekend. En die dwangsom ja, ook naar de prullenbak verwezen. Hij had er nog een opmerking over dat het disproportioneel is, maar ze zijn behoorlijk op hun bek gegaan. En het is een kleine slag alleen maar. Volgende week gaan we verder om de rest aan te vechten. En het was een heel leuke opening. Yeah. Dat is te gek. We'll be right back.
Ja, kijk, het victory zou zeggen dat je de oorlog gewonnen hebt. En ja, we zijn niet op oorlogspad natuurlijk niet, maar het was een klein slagje. Maar het voor het moreel, zeg maar, voor al die mensen die hier gewoon 5 weken lang van alles in geïnvesteerd hebben, was het ontzettend belangrijk dat we dit hier vandaag konden doen. Het was ontzettend belangrijk naar de buurt toe om te laten zien wat wij kunnen doen, wat we mogelijk op poten kunnen zetten zonder het stadsdeel, zonder die tonnen, miljoenen subsidie die ze aan het verkwisten zijn hier, die ze echt letterlijk in het zand zetten. En met eigen geld, eigen motivatie en eigen idealisme gewoon om dit voor elkaar te krijgen. Dus het was ontzettend belangrijk voor ons. Zelfs als het later ontruimd worden, we kunnen gewoon iedereen zeggen van nou, dit is gewoon belachelijk wat jullie aan het doen zijn. Wij kunnen dat gewoon doen en laat ons maar. Laat ons maar doen. Bedankt voor een fijne avond.